Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dosha Ayurvedische Praktijk, Helios Kliniekengroep, Kliniek Amstelveen en Ordental. Welkom bij Medical Travel. Vandaag reizen we af naar Duitsland, waar we een bezoek brengen aan Helios Kliniekengroep. We gaan kijken in Turkije bij een haartransplantatie. We reizen door naar Slovenië, waar we te gast zijn bij de Dosha Ayurvedische Praktijk. We leren alles over parodontitis bij Ordental. En we gaan naar Amstelveen voor een bezoek bij een gerenommeerd en bevlogen plastisch chirurg. Mijn naam is Ivan Heuvelman. Ik ben 30 jaar, kom uit Rotterdam. En ik ga nu naar Turkije het vliegtuig in. Voor een haartransplantatie. Ik ga een haartransplantatie doen omdat ik steeds meer haaruitval krijg. En de inname die ik hier heb, ik schaam me er kapot voor. Ik ben super onzeker door. Ivan gaat naar Hairworld in Istanbul, omdat daar, zo blijkt, met behulp van de allernieuwste technieken fantastische resultaten worden bereikt. Hij hoeft trouwens alleen voor de eigenlijke transplantatie naar Turkije. Voor kosteloze controles en nazorg heeft Hairworld namelijk een centrum veel dichter bij huis in Nederland. Ik ben erg nerveus. Ik heb vannacht heel erg weinig geslapen. Ja, niet nerveus voor de pijn, maar voor het eindresultaat. Maar we zullen zien wat er gaat gebeuren. De begeleiding bestaat voornamelijk uit het psychische aspect. Maar ook de medische kant. Is een persoon wel geschikt voor een haartransplantatie, ja of nee? Zometeen zien we hoe de intake van Ivan verloopt. Ik ben Refaat Bari Karim, plastisch chirurg, al 15 jaar. En we hebben hier onze eigen kliniek, Kliniek Amstelveen. Plastisch chirurgie is een geweldig vak. Met name als arts is het al geweldig omdat je met mensen werkt. En mensen de kans geven om hun zwakke en kwetsbare momenten jouw deelgenoot te maken en jou te vertrouwen. Dat is al geweldig. Dat zijn uw klachten, kunnen wij dat even duidelijk maken? Nou, ik heb pijn in mijn pols. Met name als ik buig. Aan de andere kant is dat plastisch chirurgie een opbouwend vak. We bouwen vaak dingen op. We zorgen dat dingen hersteld worden. En wat persoonlijk voor mij heel belangrijk is en wat ik ook leuk vind, is dat je, behalve dat je in alle specialismen in contact komt om samen te werken, zie je ook allerlei mensen op allerlei mogelijkheden. Mensen die ernstig ziek zijn, tot mensen die voor eigenlijk blije dingen komen. Bijvoorbeeld een esthetische ingreep. Dus dat houdt ook het vak heel spannend. Typisch esthetische ingrepen zijn bijvoorbeeld correcties aan oogleden en oren. Een botox of rimpelbehandeling of een borstvergroting, waarover deze mevrouw wordt voorgelicht. De behandeling die we hier uitvoeren is verzekerd en onverzekerd. Wat houdt het in? Zoals borstvergroting, ooglidcorrecties, noem maar op. Straks meer over deze mooie kliniek. Vandaag ben ik in Duitsland, Krefeld, zo'n 100 kilometer over de grens. En ik heb ontmoeting met mevrouw Schouten, want die heeft zich hier laten opereren. Hoe voelt u zich nu? Een nieuw mens. Een nieuw mens. Ja. En als u zich nou vergelijkt met een jaar geleden toen u hier binnenkwam, hoe was het gevoel toen? Toen was het gevoel van, kom ik van de parkeergarage überhaupt nog wel in de hal? De stap genomen om hier naar Duitsland te komen? Ja. Waarom eigenlijk? Een vriendin van mij was in Duitsland geopereerd en zij kon daar snel geopereerd worden en geholpen worden. En ik heb in contact gezocht met mijn zorgconsulent van de verzekering en die zei dat die mogelijkheid voor mij er ook was. Tot de Helios Kliniekengroep, waarvan deze in Krefeld er één is, behoren nog 73 andere ziekenhuizen, 23 revalidatieklinieken, 5 revalidatiecentra, 35 verzorgingscentra en 13 verpleeginrichtingen. Helios is daarmee een van de grootste aanbieders van stationaire en ambulante patiëntenzorg in Duitsland. En levert voor het complete zorgspectrum medische diensten die aan de hoogste kwaliteitsnormen voldoen.
Hallo, Hagenberg, van Schoten, goed te zien. Later vertelt dokter Hagenberg meer over de ingreep bij mevrouw Schout. Terug in Istanbul. We gaan maximaal implanteren voor de inname. Wij gaan vanuit 2.500 grafts. Het kan ook tot 3.000 gaan, dus na de scheren zien we precies wat je nodig hebt. Wel even schrikken. Je kwam voor meer haar, maar je wordt voor de operatie wel eerst kaal geschoren. Behoorlijk zenuwachtig. Wij kunnen in één sessie heel hoog grafts implanteren, zelfs tot 7.000 grafts. Dat betekent dat we bijna 2,5 keer meer implanteren in één sessie dan Nederland en België. Ivan heeft inmiddels geen haar meer op zijn hoofd. Hoe voelt dat nu, Ivan? Ik voel in principe niks. Het is eigenlijk voelt een beetje als een hoofdmassage. De verdoving werkt helemaal perfect, dus ik laat het gewoon om afkomen. De techniek die je hier ziet wordt follicular unit extraction genoemd. Het blauwe apparaatje is een micromotortje waarmee complete haarzakjes één voor één uit de nog dicht begroeid deel van de hoofdhuid worden gehaald, om ze vervolgens daar weer terug te plaatsen waar Ivan begint te kalen. In één enkele sessie kunnen zodoende wel tot 21.000 haarwortels worden getransplanteerd. Deze nieuwe techniek blijkt uiteindelijk tot de natuurlijkst ogende resultaten te leiden. Straks zien we het laatste stadium van Ivans haartransplantatie. Worden ziekenhuizen drukker, wordt meer bedrijfsmatig. Je moet het denken, het wordt een soort mammoetanker die heel moeilijk te veranderen is van wat je wil. En wat ik heel graag wil, is weer eigenlijk naar de core van mijn business als dokter, namelijk met mensen bezig zijn. Medisch directeur Dr. Karim is een gerenommeerd en bevlogen plastisch chirurg. Hij was jarenlang afdelingshoofd van een groot ziekenhuis. Maar zijn hart lag bij kleinschaligheid en kwaliteit. Een kliniek waar de patiënt nog geen nummer was. Omdat zo'n kliniek nog niet bestond, richtte hij er zelf in op. Onze visie hier is heel simpel. Wij willen terug naar de basis. En dat betekent de arts-patiëntrelaties is heel belangrijk, staat centraal. Je wilt betrouwbare zorg leveren, dicht bij de mensen, op menselijke maat. En ook de arts-patiëntrelatie moet uitgebreid worden in de zin dat je altijd dezelfde dokter krijgt, altijd dezelfde mensen. Dus terug naar de basis, arts-patiënt centraal. En zorg voor menselijke maat, met een menselijke gezicht, kleinschalig en dicht bij de mens. Chimène en mevrouw Schouten zijn bij dokter Hagenberg aangekomen. Dokter Hagenberg, wat had alles passiert? Frau Schouten heb ik kennengelernt met ihrem Ehemann zusammen, das erste Mal mit starken Schmerzen bei uns. Und sie hat mir erzählt, sie nimmt täglich Paracetamol ein. Kann nicht mehr gut laufen. Physiotherapie hat sie viel und fleißig gemacht und war sehr besorgt, wie es weitergehen soll. Und wir haben zusammen ein Gespräch geführt. Ich habe sie untersucht. Das Hüftgelenk war nicht mehr gut beweglich. Und wir können erklären am Röntgenbild, wie wir das bei Frau Schrauten erklären konnten, dass der Knorpel praktisch aufgebraucht ist, dass kein Platz mehr zwischen den Knochen ist. Und wir können sagen, es gibt praktisch keine Alternative mehr. Sie hat alles probiert, außer einer Operation. Also wir haben hier Prothesen im Einsatz, die aus einer Titanoberfläche bestehen. Ja. Und das Titan ist sehr porös. Man kann das fühlen. Auf der Oberfläche. Ja, und das ist original, das haben wir bei Patienten so, wie es hier ist, im Einsatz. Das Gute an dieser Prothese ist, wir nehmen eine Keramikoberfläche und eine Polyethylenoberfläche. Wir haben kein Metall im Einsatz. Keramik macht praktisch keinen Metallabrieb. Wir haben die Problematik der Nierenschäden nicht. Wir haben die Problematik der Krebserkrankungen nicht. Es ist ungefährlich für den Patienten. Ich bin sehr froh, dass das so gut geklappt hat. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ja, alles Gute für Sie. Ja, tot ziens. Nou, mevrouw Schouten, eigenlijk heel symbolisch. De laatste keer dat u hier gecontroleerd wordt en dan gaat u de vrijheid tegemoet. Mag ik u heel veel succes wensen. Het was me waar genoegen. Dank voor al deze informatie en het allerbeste. Intussen zijn de dames van Hairworld Turkije klaar met Ivans eerste sessie.
volgens mij voel je niks. Nee. Alles gaat goed. Nou, straks zal je dat dus ook niet meer hebben. Het voelt als een hoofdmassage. Ze doen dus de kanalen openen en vervolgens ga je naar de derde fase. En dat is eigenlijk ook tevens de laatste fase. De haarwortels die in de eerste sessie werden geoogst, worden tenslotte allemaal weer teruggeplant op de plekken waar Iwan ze het hardst nodig heeft. Ja, het is super gaan. Ik heb vrijwel geen pijn gehad door de goede anesthesie. Of de transplantatie echt het gewenste resultaat oplevert, de tijd zal het leren. Want haren groeien nu eenmaal langzaam. Ik ben heel erg blij met het resultaat, althans wat ik nu zie. Dus en de rest zullen we zien binnen nu en 9 maanden. Voor Iwan zit het verblijf in Istanbul erop. Dankbaar neemt hij afscheid van een team dat hem, zo hopen wij met hem, weer een belangrijk stuk zelfvertrouwen heeft teruggegeven. Het resultaat kan je nu in principe al zien. Alleen na 6 tot 12 maanden kan ik mijn pot gel weer uit de kast pakken. In het tweede deel van Medical Travel vliegen we met Stana naar Slovenië. Brengen we een bezoek aan Ordental en gaan we nog even terug naar Helios Kliniekengroep in Duitsland. Tot zo! Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Dosha Ayurvedische Praktijk, Helios Kliniekengroep, Kliniek Amstelveen en Ordental. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dosha Ayurvedische Praktijk, Helios Kliniekengroep, Kliniek Amstelveen en Ordental. Ik ben Pauline Ivanovski, ik kom uit, van origine uit Macedonië, maar ik woon 44 jaar in Nederland. My name is Anja and I'm from Germany. But I've been living in The Hague in Holland for 10 years. Ik ga naar Slovenië. Voor een ayurvedische behandeling. To get some advice for a shoulder problem that I have. I have a frozen shoulder. Physiotherapists or orthopedic doctors look mostly at the mechanics of the human body. And I think there are many other areas that need to be looked at. Ayurveda behandelt mensen op leefstijl, voeding. En daar hebben we speciale methodes voor. Oliebehandelingen, massages en noem maar op. In deze en 2 latere afleveringen nemen we u mee naar een 3-tal natuurlijke gezondheidscentra in Slovenië. Daarbij doen we onder meer het grootste wellnesscentrum van het land aan. En volgen we Pauline en Anja, die we zojuist leren kennen, bij hun kuren in een ayurvedisch centrum. Nou, binnen Slovenië zijn 15 spa's, gecertificeerde natuurlijke spa's of natuurlijke bronnen. En 1 daarvan, daar staan we nu. En zij zijn gespecialiseerd in huidziekten. Dus wie zeg maar last heeft van psoriasis of uitslag of huidaandoeningen, die kan hier in heilzaam water werken aan het verbeteren van de huid. En het plaatje heet Pochetratek. Beetje moeilijk om uit te spreken, maar we zijn bij Termoolimia. Het grootste wellnesscentrum van Slovenië, waar je fantastische ayurvedische behandelingen kunt genieten en waar je geen strikt dieet hoeft te volgen, dus het beste van 2 werelden. Het centrum straalt een diepe rust uit en oogt hypermodern. Wat mensen hier kunnen verwachten is fantastische wellness, heel mooie wellness, met veel baden en goed eten, gezond eten en mooie behandelingen. Zometeen zien we hoe Anja wordt ontvangen in de termen Lasco. Paratitis is een ontstekingsproces van het tandvlees, dus eigenlijk de ophanging van de tandenkiezen in het bot. En als we lang genoeg wachten, niet behandelen, leidt er uiteindelijk tot tandkiesverlies. Ik heb hier een aantal behandelingen gehad bij de mondhygiënist, waardoor de bloedingen en de pijn een heel stuk verbeterd zijn. Een paratoloog
is iemand die naast de tandheelkundestudie minimaal 3 jaar vervolgstudie heeft gehad. Hij is gespecialiseerd in tandvleesproblemen. Mevrouw Keizer? Ja. Goedemiddag. Ik ben Mirjam, assistent van dokter Han. Ik zal u allemaal uitleggen wat wij gaan doen vandaag. Komt u maar. Ik ben naar Wendt gegaan omdat ik erg veel last had van mijn tandvlees. En door mijn tandarts ben ik doorverwezen. Nou, u bent vandaag hier voor het eerst. We gaan even wat dia's maken. We maken van nieuwe patiënten altijd dia's. Ja. We maken van dia's van het gezicht, hoe u lacht en praat en wat u dan aan tanden blootgeeft. Als u dat doet, met behulp van wanghaken halen we uw lip een beetje weg. Mm-hmm. Maken we foto's van uw tanden van dichtbij. Met behulp van spiegels maken we ook foto's van de binnenzijde. Ja. Van die informatie zetten we in uw dossier en dan kunnen we nog heel veel informatie uithalen. Met parodontitis valt niet te spotten. Blijft het lang onbehandeld, dan kan dat leiden tot het verlies van al je tanden en kiezen. Straks komen we terug bij Ordento. Van het Helios ziekenhuis in Krefeld vliegen we naar de prachtige gelegen Baumrein Revalidatiekliniek in Bad Berdeburg. We bevinden ons hier in de Baumrein Kliniek in Bad Berdeburg. Dat is ein netter Rehabilitationsort im Siegerland Sauerland, ungefähr 200 Kilometer östlich von Venlo gelegen. Hat ca. 270 Betten und wird geführt von circa 10 ärztlichen Mitarbeitern und ungefähr 170 Mitarbeitern aus dem Pflege- und aus dem Physiotherapie-Team. Wir haben eine recht enge Beziehung zu der Helios-Klinik in Krefeld, zu Professor Kraft, dem ärztlichen Direktor, und zu Herrn Dr. Hachenberg, der die Abteilung Endoprothetik dort leitet. Und wir sind auf kurzem Wege vernetzt, sodass wir auch die direkten Informationen über unsere Patienten sehr schnell bekommen. Wir kennen die Operateure und wir kennen die Klinik, sodass hier auch ein kurzer Informationsaustausch sehr schnell und unkompliziert stattfinden kann. Veel patiënten die in Krefeld geopereerd zijn en bijvoorbeeld een nieuwe heup gekregen hebben, komen vervolgens naar hier, waar alle zorg gericht is op een voortvarende revalidatie. Ik ben geopereerd in Krefeld en daar bleek dat ik een aangeboren heupafwijking had. Dus ik had het laatste half jaar wel heel erg veel pijn. Via het ziekenhuis kon ik in Krefeld terecht. En daar ben ik binnen 2 weken kreeg ik een afspraak voor een operatie, wat bij ons in Roermond eigenlijk 8 weken zou duren. In Nederland, zoals het eruit zag in Nederland, is het dat we dan na 5 dagen naar huis zouden zijn gegaan. Dan had ik thuis een hoop moeten regelen ten aanzien van een bed in huis, een fysio in huis. Doordat ik zie dat wij nu 2 dagen hier zijn, dat mijn vrouw Joke nu al een hydro heeft, elektrotherapieën krijgt, massages krijgt, zwemtherapieën krijgt, fysiotherapie, traditionele fysiotherapie krijgt. Dus het is een heel pakket wat wordt afgestemd op de aandoening. Je krijgt hier 3 weken erge intensieve therapie. En omdat mijn operatie erg zwaar was, ben ik ook nog 8 weken naar huis moeten gaan. En toen heb ik dus thuis wel wat therapie gehad. Maar ik wilde toch graag hier de revalidatie afmaken. En dat is ook goed voor de heer. Zij werkt en zij kan eigenlijk meteen ook weer aan het werk als ze thuis is. En dat zou in Nederland misschien wel 3-4 maanden hebben geduurd, nog wel langer. Dus dat zijn wel grote voorwaarden hier. Ik ben heel blij met mijn nieuwe heup, met kunstwerk en de pijn die ik niet meer heb. De hemel en de aarde. De Dosha Ayurvedische praktijk van Henrika van den Berg en Stana van Ginkel brengt de Sloveense kuurcentra na uitstekende ervaringen nu graag in Nederland onder de aandacht. De praktijk adviseert met name over 2 soorten reizen. Een Ayurvedische kuurreis en de Ayurvedische wellnessreis. De wellnessreis is er voor wie geen klachten heeft, maar wel van Ayurvedische behandelingen en thermale baden wil genieten. India vindt het heel erg belangrijk om Ayurveda onder een breed publiek onder de aandacht te brengen. En Amerika en Nederland, of eigenlijk Europa, zijn grote markten waar dit nu onder bekend wordt gemaakt. Want in India is het de eerste keuze van gezondheidszorg. En Slovenië heeft eigenlijk van oudsher een kuurcultuur. Dus zij vinden het combineren van reguliere en complementaire zorg heel normaal.
En daar is klimaat hier goed voor. En niet alleen zeg maar, qua combineren van deze vorm van zorg, maar ook het klimaat aan zich. Want je hebt hier meerdere klimaten op een heel klein stukje. De kuurreis is er voor de behandeling van specifieke klachten, maar ook voor het voorkomen daarvan. Diagnose en de opstelling van een behandelplan vinden vooraf in Nederland plaats. How was your treatment today? Very nice. And was it too painful as you did already? No, only no. Like for 2 seconds. For 2 seconds, okay. So this is your diet plan. Mm-hmm. And you can select your breakfast, your beverages, your lunch and dinner, as well as your side dishes. Okay. So I really felt like he took the whole human being into account and didn't just believe me, I have trouble in my shoulder, and then fix the shoulder. So he really looked at everything. Heb je parodontitis, dan is je tandvlees ernstig ontstoken door bacteriën die het steunweefsel, de houvast voor tanden en kiezen, aantasten. Parodontitis is een ontstekingsproces van het tandvlees, dus eigenlijk de ophanging van de tanden en kiezen in het bot. Door parodontitis verdwijnt kaakbot en kunnen pockets ontstaan, ruimtes tussen tand en tandvlees. Voor alle duidelijkheid, dieptes van 5 of 6 mm of dieper is per definitie ontstoken en dat vraagt om een ander soort zorg. Wie er op tijd bij is, kan een hoop problemen voorkomen. De tandarts kan de gezondheid van je tandvlees opmeten en het afbraakproces stoppen. Je ziet dat het behandelen van tandvleesproblemen een steeds belangrijke rol gaat spelen in de totale gezondheid van ons als mensen. Even spoelen en je krijgt meteen de uitslag. Ik heb net in de mond gemeten en inderdaad, daar is een tandvleesprobleem aanwezig. Nu wordt het daadwerkelijk belangrijk om het goed te behandelen en te zorgen dat het ontstekingsproces gestopt wordt. Hoe zit het eigenlijk als je dan geen Duits spreekt? Nou, dat is helemaal geen probleem. Wij zijn met 3 Nederlands sprekende dames hier. En proberen de patiënt eigenlijk de hele dag door, indien nodig, te begeleiden. En dus ook met de vertaling te helpen. En dan ben je geopereerd en dan moet er gerevalideerd worden. Ja, dat kunnen de patiënten inderdaad ook bij ons. Als ze een nieuwe knie of een nieuwe heup krijgen. Ja. Dan kunnen ze hier afgehaald worden met het eigen vervoer van Helios. Ja. Dan worden ze naar Bad Berleburg gebracht, ja, voor de orthopedische revalidatie. En daar mag ook altijd een begeleidpersoon mee tegen een mooie prijs. En die patiënt heeft daar dan een compleet volpension en mag daar ook aan veel dingen deelnemen. Volgende week in Medical Travel een sapkuur en stilteochtend in Turkije. We zijn terug in Krefeld bij Helios. En we zijn getuige van de parodontitisbehandeling bij Ordental. In het land van de spa's, Slovenië, vervolgen we onze reis samen met Stana van de Dosha Ayurvedische Praktijk. Tot volgende week. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Dosha Ayurvedische Praktijk, Helios Klinieke Groep, Kliniek Amstelveen en Ordental.